Morning! Het is bijna 8:30 en ik sta al helemaal in de stijgers. Ik heb namelijk zo meteen een ontbijtje met Julia, een van onze medereizigers die nu toevallig in Bangkok is. Super leuk om haar te ontmoeten. En vanmiddag heb ik een fietstocht met Ko van Kessel. Uiteraard aangeraden door jullie. Ja, druk agenda vandaag. Let's go! Yay! De teamzoek van vandaag kwam heel vroeg. Het is... I wanna ride with you, ride with you, ride with you. I wanna move with you, move with you, move with you. I wanna ride with you, ride with you. Ik zweet me echt helemaal dood, maar ik ben op tijd. Echt net, ik denk 2 minuutjes ervoor of zo. Dit is Julia! Hi. Kijk wat Julia trouwens voor me heeft meegenomen. Hoe lief is dit? Wow, dit was zo gezellig. Wat een lieve, slimme meid. En ze is al 17. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik had haar echt veel ouder geschat. Echt zo leuk om haar te ontmoeten. Ik denk dat ik trouwens een probleem heb. En dat dit toch de keer gaat worden dat ik te laat kom. Ik zit op de boot. Misschien gaat dit lukken. OMG, check dit. Ik moest hier 2:15 zijn. It's some kind of magic. Yeah, yeah. Dit is ons fietsje. Woep, woep. And now you taste what is the one. Gewoon niet bitter begrijpen. Hoe dan? Oh. Ja, ga ik niet. Ja, ik wacht nog. Ik vind het wel. Ah, oké. Okay. Yeah. Mm. Trouwens, als je geroepen voelt om zangles te geven, omdat je dit niet kan uitstaan. Awesome. Ah, oh, dat was echt een superleuke tour. Dankjewel voor jullie aanbeveling, want zonder jullie had ik hem niet gedaan. Het was echt super tof. En je komt op plekken waar je normaliter, ik zeg het goed, niet zo heel snel komt. Mijn favoriet was de tocht of het stukje door Chinatown. Omdat ik spontaan een beetje heimwee kreeg naar China. I love China. Heb ik al gezegd dat China mijn favoriete land is tot nu toe? Denk het niet, hè? Nou, wat is met China? Je kan letterlijk op 1 dag en op 1 plek 10 jaar vooruit in de tijd reizen. 10 jaar terug in de tijd. Op elke hoek van de straat vind je avontuur en dingen die je niet gewend bent. De mensen zijn zo ontzettend lief. Ik snap dat zeg maar, als je Chinese toeristen bijvoorbeeld ziet in Amsterdam, dat moeilijk te geloven is. Maar trust me, ik ben echt als een prinsesje behandeld. Ze zijn zo lief. Het eten is waanzinnig. De natuur is onverslaanbaar. Ja, dan hebben we inderdaad dat hondenfestival, maar realiseer je dat dat in 1 regio is. China is een ongelooflijk groot land
waarbij ze, ja, elke regio zijn eigen taal spreekt en zijn eigen gebruiken heeft. Dus wat je daarbij kan voorstellen is dat ze bijvoorbeeld, als je met Europa zou vergelijken, dat ze bijvoorbeeld alleen in Griekenland dan honden zouden eten. En dan vind ik het persoonlijk een beetje ver gaan om heel Europa af te schrijven, stel dat ze in Griekenland honden zouden eten. Natuurlijk vind ik dat dit niet zou moeten, maar de plekken waar ik ben geweest, daar werd ik elke keer gek aangekeken als ik vroeg van, eten jullie honden of iets of zo. Het was echt, wat spoor jij niet of zo. Dus het is echt één regio en ja, het krijgt nu hartstikke veel aandacht. Maar China als land, my favorite. Ik ben nu onderweg naar de derde afspraak van vandaag. En dat is een etentje met een oud collega uit Nederland die nu al een aantal jaar in Bangkok woont. Die ook een vriendin heeft en een fantastische pub. Dus heel veel zin in. Oké, helaas pindakaas. Het gaat toch vandaag gebeuren. Ik ga te laat komen. Ik heb nog een kwartier om aan te komen. En dat is echt by far niet genoeg. Dus ik ben minimaal een kwartier tot een half uur te laat. En it's all my own fault. Ik ben namelijk 3 kwartier langer met Instagram blijven spelen in plaats van gewoon weg te gaan. We hebben net gegeten en Kalle die zit aan de andere kant, die wil niet in beeld, maar dit is Lukmai, zijn verloofde. Kijk hoe prachtig ze is! I just said, you're so beautiful! Sarika! Yay! Yeah. Lukmai, welcome to Thailand! Yay, nice to meet you! En Kalle die wil dus niet in beeld, maar kijk. Je houdt het te hoog. We hebben hier wel iemand die echt zo uber blij is. En die echt, ja, die kusjes wil geven en zo. Dit is Victoria. Hi Victoria. En ze is een beetje moe, want ze heeft de hele avond al rondlopen, rennen en spelen. En let me see if it will focus. En nu is ze een beetje, nu is het tijd voor bed. Toch Victoria? Huh? Of niet? Oh, nee, we gaan weer spelen. Kijk dan, hoe schattig. Ze hoeft niet eens te lopen. Little Princess Victoria. Victoria. Hey, Victoria. Hey, Victoria. Hey. Zij is echt de blijste hond die ik ooit heb gezien. Wat was deze dag leuk, zeg. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Ik liep terug van het etentje naar de trein en ik was weer zo gelukkig. Het is echt een amazing gevoel. Dat je precies doet wat je wil doen. Dat je precies op de plek bent waar je wil zijn. Dat je precies de mensen in je leven hebt die je in je leven wel hebben. Het is onbeschrijfelijk wat voor rust en geluk dat geeft. Het is echt, het komt niet vaak voor. Ik geef het eerlijk toe. Ik zou natuurlijk wel willen dat het altijd wel zo was. Aan de andere kant zat ik vandaag wel te bedenken dat, stel dat alles altijd maar perfect was en dat je altijd maar gelukkig was. Weet je, hoe erg zou je dat geluk dan kunnen waarderen? Weet je, dan heb je gewoon niks om het tegen af te zetten, waardoor je niet realiseert hoe bijzonder dat soort momenten zijn. Net zoals zeg maar je, ja, weet je, wanneer je ziek bent geweest, dan waardeer je een gezond lichaam veel beter. Dus ik realiseer me hoe zeldzaam dit soort momenten zijn. En ik booster het even. Het was ook heel gek, want zeg maar, ik heb het vroeger ook wel eens gevoeld. Het zijn zeg maar een beetje van die pieken en zeg maar dalen en dat soort dingen. En vandaag was dus weer een piek. Maar het was voor het eerst in mijn leven dat ik het gevoel had van, ik wil de tijd nu niet stopzetten. En ik wilde altijd zo graag vasthouden aan het moment. En dat is iets wat je zeg maar vanuit boeddhisme bijvoorbeeld ook nooit moet willen. En vandaag had ik dat gevoel niet. Ik had zoiets van, oh, ik geniet er nu van. En misschien komt dat ook op de een of andere manier dat ik het gevoel heb dat het alleen maar beter wordt of zo. Ik weet niet, ik heb zo'n sterk gevoel dat het alleen nog maar beter wordt. En dat, I don't know. Ik weet niet, I just feel really, really happy. En ik hoop oprecht dat ik nu een klein beetje jou ook gelukkig kan laten voelen. En ik hoop dat je dit ooit in je leven hebt gevoeld. En als dat niet zo is, dan hoop ik zeker dat je dat nog gaat voelen. Want het is echt amazing. En ik geloof dat een betere wereld begint bij meer gelukkige mensen. Want wanneer je gelukkig bent, maak je betere beslissingen. Ben je aardiger voor andere mensen. Ben je vrijgeviger. Reageer je relaxter. Dus ik geloof echt heilig dat een betere wereld begint bij meer gelukkige mensen. En ik hoop dus dat jij ook gelukkig bent. Dankjewel dat je er vandaag bij was.
als je geabonneerd bent, dan vliegen we morgen samen naar Nederland toe. Ah, zo spannend. Maar ik ga morgen nog naar de Grand Palace hier in Bangkok. Dus het is zeker nog niet afgelopen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, wauw, dat wil ik ook zien. De Grand Palace en hoe je terug gaat naar Nederland. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je zoiets hebben van, dit is de eerste video die ik zie. Of ja, ik heb wel af en toe op je kanaal gekeken, maar nooit echt heel veel. Ja, check dan hier alvast de vorige aflevering van de Travel Vlogs. En daarmee kom je ook bij de afspeellijst. En als je het leuk vindt, kan je ze natuurlijk allemaal vanaf het begin bekijken. En dan zie je ook echt, ja, hoe ik hier terecht ben gekomen. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. En tot morgen.